hier de werkers met de Nissan Skyline. Wat een geweld laat hij hem in de los. Heel werkers. En nu heeft hij echt de sporen te pakken, maar dat duurt eventjes. 10,32 eindsnelheid. Hele aparte auto die natuurlijk hier niet op de openbare weg zit. Staat de start. De eerste bandje is goed opgerold en bij voor de start en dan nul wielspin. En een tijd van 10,52. Eugène, wat bevalt jou beter met of zonder traction control? Zonder. Toch wel? Als iets. Sneller. Dus zonder. Dan vraag ik me af, hoe ga jij nou straks op die 8.8 uitkomen? Zal het niet meer. Dat hij rond de 8.88 zou uitkomen. Blijkbaar heeft hij iets met 8, met 8'en. En hij gaat het nu proberen. Hij deed het eerst met de traction control aan en daarna zonder. En het bevalt hem beter om het zonder te doen. Hij gaat het nu nog een keer proberen. En hij moet nog een keer lukken om met die prachtige auto 380 pk. Om ongeveer op een, nou zeggen we schrijven, een 9, nog wat in. 9,3 moet ik ervan moet gaan lukken. Weet je nog voor mij op plek hier staan? Ik wil wel eens een mooi gebouw voor de laag. Mochten er nog mensen zijn, dames en heren, die denken, ach, ik vind het toch wel leuk om niet alleen om te zien, maar ook om te doen. Ik kan ze natuurlijk altijd met je auto komen inschrijven bij de Automax tent, vlakbij de start. Dan kunt ze nog inschrijven en dan kunt u gewoon lekker mee rijden. We gaan, ik heb net een bezoek gekregen van een paar rijders om toch nog heel eventjes een kleine pauze in te lassen. We gaan gewoon nog een klein 20 minuutjes door en dan lassen we een pauze in van een half uurtje. Dat is misschien voor u ook prettig even te eten, te drinken. En dan gaan we daarna natuurlijk weer met de kwalificaties door om tegen 3 uur met de finale van de shootout te beginnen. Dus we gaan nog even een goede 20 minuten door en dan even een klein half uurtje pauze. Oké, dames en heren, dan Douglas Knol. Douglas Knol. De snelste man tot nu toe van de dag. Zijn tijd 8.68. 8.68, maar echt. Dat gaat hij nu niet redden, want zijn tijd, reactietijd is ja, 0,95. En dan ziet u ook meteen, dat vertaalt in 6,8. Op echt letterlijk, ja niet op de voet gevolgd zou ik zeggen, maar op een haartje gevolgd door Gino. En Gino heeft met de BMW eens een tijd gereden van 8,69. Dus dat belooft natuurlijk iets te worden in de shootout vandaag, als het gaat om de overal snelste tijden. We hebben natuurlijk ook 3 klasses, tot 2 liter, tot en met 2 liter. Vanaf 2 liter turbo lachgas. Dus zoals ik al zei, dames en heren, we hebben 3 klasses tot en met 2 liter. Vanaf 2 liter, en dat zijn de benzine dieselauto's. En dan hebben we een speciale klasse, en dat is de klasse van turbo lachgas compressoren.
En per klas is het natuurlijk zo dat drie de snelste zijn, die krijgen alle drie een beker. Maar die gaan natuurlijk ook naar de Toyo Shootout. En dat gaat vanmiddag op basis van tijd, omdat die zult begrijpen dat we niet de auto's naast elkaar kunnen laten starten. En de verliezer laten afvallen en de winnaar door laten gaan. Maar vanmiddag, nadat we de drie snelste per klas hebben uitgekozen, gaan die ook nog een keer door naar de Toyo Shootout. En dan hebben we natuurlijk de overal klassewinnaars. En dat wordt natuurlijk een hele spannende strijd te worden tussen Gino en Douglas. Een kleine pauze inlassen zometeen. En dan gaan we daarna weer gewoon door met de kwalificatie om rond de klok van 3:00 de finale en de shootout te gaan beginnen. Dan weer aan de start is het Friso Maas. En Friso die is echt vandaag een beetje... niet de kluts kwijt, maar hij is een beetje vermoeid. Heeft het al aangegeven. Hij heeft een feestje gehad van een van zijn beste maatjes. En dat heeft hem toch wel een beetje... De scherpte is er een beetje af. En dat kan ik me ook wel voorstellen als je het ook diep in de nacht lekker... André Botter. André, het heeft wel even geduurd voordat je hebt besloten om mee te doen. Hè? Ja, ik heb nog een helm. Hij staat je als een groot. André, we gaan je één keer laten rijden, dan hebben we daarna nog anderhalf uur. Dus, maar even wat vertellen over je auto. 380 pk, het turbo. André, dat zul je misschien al gezien hebben nu, omdat je er ook achter staat. 380 pk is heel veel. Het is een beetje hobbelig, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat met schakelen en het vermogen op de baan. Ja, we zijn allemaal benieuwd. Jij natuurlijk ook. Ja, we gaan wel even kijken of de bumper die de grond niet raakt. Nou, daar heb je straks nog meer dan anderhalf uur de tijd voor om het een paar keer te doen. We zijn heel benieuwd. Laat je gewoon lekker één keer rijden. Dan gaan we even pauzeren. Maar succes ermee en tot zo. Oké, dankjewel. Oké, dames en heren, André Bots aan de start met een Opel Kadett 380 pk. 380 pk. En wat gaat dat worden? We laten hem natuurlijk voor de pauze nog even rijden. Dan hebben we daarna nog één deelnemer. En dan gaan we pauzeren en dan komen we daarna weer bij u terug met een aantal ook nieuwe deelnemers. Dus dat belooft natuurlijk voor heel veel actie en heel veel genieten. Maar eerst maar eens even kijken naar de 380 pk. In de kadet, je zult er maar naast aan bij. Oké, er moet eens even ingevoerd worden in de computer natuurlijk. Ja, nee, dan zeg ik het want dan je dat nu nog. Dames en heren, kijk in mijn schaan. Hij moet echt alle handen goed aan het sturen om hem.